tegen gehad. Nou. Marcel is ook veteran. Dus hij weet goed ook wat u heeft doorgemaakt en wat u nu in uw hoofd en uw hart heeft. En vanuit dat gevoel ook hebben we geprobeerd om deze jaarlijkse veteranendag, de Almeloze Veteranendag, weer te organiseren. Dat heeft hij op een voortreffelijke wijze met Gerde Wolters, maar ook de werkgroep veteranen gedaan. En daar staat een vertegenwoordiger van achter de balie. Waarvoor nu al mijn complimenten. Ik ben geweldig blij en trots dat ze dat doen. Op deze avond heb ik van Gerda Wolters van de gemeente begrepen, zijn er ongeveer 115 mensen. Dus dat zijn veteranen inclusief partners. Dit is de zesde keer. Ik moet zeggen, wij zijn als veteranen bijzonder dankbaar dat mevrouw Hermans Vloedbelt burgemeester is geworden. Want zij heeft het initiatief genomen om hier de Veteranendag te organiseren. Dus we hebben dit jaar voor de zesde keer. Ja, we hebben het een keer of twee, drie denk ik in het Polmanstadion gedaan. En vorig jaar was het volgens mij in de oude burgerzaal van het oude gemeentehuis. En dit jaar is het voor het eerst hier. Ja, we moeten eens kijken hoe dat ons bevalt en hoe dat de veteranen bevalt. Ja. En ze mogen ook in kleine groepjes naar boven om over de hele stad te kijken? Ja, nou dat is natuurlijk een geweldig initiatief van Marcel Pullen. Die zegt van kom maar mee. Dat zie je ook eens hoe groen of Almelo is. Hè? Voor zover het nog licht is in ieder geval. Hè? De oudste veteranen over het algemeen zijn uit Nederlands-Indië. Ik heb toevallig vanavond zelf iemand opgehaald die slechte been is. Die is ver in de 90. Maar daarnaast zijn er ook mensen uit Libanon. Ik heb zelf in Libanon gezeten. Bosnië, Afghanistan. En ja, er zijn ook een aantal actief dienende veteranen. Die op dit moment dus nog actief in het leger zitten.